Wij gaan verhuizen! En dat terwijl de huizenmarkt zo dramatisch is. Alleen voor we dat gaan doen, hebben we een huis nodig om naartoe te verhuizen. Op zich wel belangrijk inderdaad. Alleen... Hoe kom je aan een huis? Aan het einde van deze video weet je dit. Yeah! En zo zijn we aan ons nieuwe huis gekomen. Ho, ho, wacht even. We moeten daarvoor eerst eens de hele video bekijken, hè. Hoe koop je een huis? Allereerst is het belangrijk dat je erachter komt dat je een huis wil. Huisje, ik heb het gevoel dat ik iets wil. Oh, wat dan? Nou, zoiets wat iedereen wil, maar heel moeilijk is om te krijgen. Oh, een 10 op die ene toets waar je niet voor hebt geleerd. Ja. Een zitplaats in een volle trein. Nee. Een date met Ryan Reynolds. Een huis. Oh ja, dat is ook leuk. Daarna is het belangrijk dat je erachter komt dat je een huis niet zomaar bij de voordeur kunt kopen. Oeh, kijk! Ja. Oh. Wauw. Hallo! Wat een mooi huis! Ach, dank jullie wel! Vrijstaand! Het moet nog wel een beetje geïsoleerd worden, zie ik. Maar wel een hele leuke buurt. Ja, kindvriendelijk. We zijn er ook ontzettend blij mee. Wij kopen het! Oh, nou, ik pak even mijn spullen dan. Nou, doeg! Dag! Dankjewel, hè! Doei, doei! En het is ook niet zo dat als iemand anders ook nog het huis wil, je een potje steen, papier, schaar moet doen. Maar wat als dat wel zo was? Hallo, maar ik wil het ook kopen! Ah, nee! Kom maar op! Je kan dit, Lisanne. Steen, papier, schaar! Haha! Knip, knip! Weg, weg! Succes, hè? Eindelijk een huis hadden. Maar waarom wilden wij nou een huis? Zoals de rest van de wereldbevolking. Ik heb dit appartementje 2,5 jaar geleden gekocht. Dat waren donkere tijden. Hoezo? Toen kende je mij nog niet. Oh ja, toen had ik dit hele appartement nog voor mij alleen. Ha, ik heb genoeg ruimte voor al mijn kostuums. En toen kwam ik met mijn spullen. En was er geen ruimte meer voor mijn kostuums. Je moet nu echt stoppen met kostuums kopen. Dus je snapt het wel. Het was tijd. Lisanne stopte met video's maken en alle kostuums konden de deur uit. We gingen een groter plekje zoeken. Wat zeg jij nou? Een groter plekje zoeken, daar was het tijd voor. Goed, het is natuurlijk heel moeilijk om een huis te krijgen, want je hebt natuurlijk last van overbieders. Overbieders! Mensen die meer bieden dan wat jij voor het huis hebt geboden. Ik verkoop mijn huis voor dit bedrag. Dat hebben wij! Ah. Oh, zo, blauw. Dat is mijn lievelingskleur. Ha. Ik bied meer. Oh, wauw. Mij. Ik bied namelijk een hele tas vol met geld. Ah? Oh ja, nou, ik bied dat. En ik maak een heel jaar je huisje gratis schoon. Oh. Ik bied mijn auto erbij. Nee. De auto en mijn vakantiehuisje in Zeeland. Oh. Mm-hmm. Oh ja, nou ik bied mijn geld, mijn auto, mijn vakantiehuisje aan de kust in Spanje en mijn oma die overheerlijke appeltaarten bakt en 3 kamelen. Oh, appeltaart? Oh, ik hou van appeltaart. Verkocht. Oh, ja, yes, yeah. Mm. We waren weer overboden. Je weet dus nooit hoe hoog je precies moet bieden om dat huis te krijgen. Maar Lisanne, we zijn 1 ding vergeten te vertellen aan de kijkers. Wat? Voor een huis kopen heb je geld nodig. Oh ja. Maar hoe komen we eigenlijk aan het geld? Geld! Heel veel sparen. En jou, hè? Of wacht het alleen als stratartiest natuurlijk? Oh ja. Een paar maanden eerder. Baby, baby, baby. Oh, oh, oh. Like baby, baby, baby. Oh. Oh. Oh, prachtig. Ja, prachtig, jongeman. Kijk eens. Alsjeblieft, hè. Dat is zo mooi. Oh. Hey, maar mevrouw, ik ben... Ach, ik steun cultuur en kunst met liefde. Ah, oké. Maar dat huis kopen, dat wilde nog niet echt lukken. Niet echt.
Helemaal niet. We konden soms niet eens een huis bezichtigen omdat alles al vol zat. Met een makelaar van weinig vierkante meters voor veel geld. Zouden wij speelhuis 32 kunnen bezichtigen? Sorry, nee. Is echt helemaal vol. Is heel populair, hè? Nou, misschien als iemand afzegt? Nee, we hebben al 831 mensen op de wachtlijst, meneer. Dus u kunt echt niet komen. Nee, daar. Het is een dramatische huizenmarkt. Zei iemand, dramatische huizenmarkt? Wie ben jij? Ik ben de aankoopmakelaar. Wow! En toen werd het iets makkelijker. Nee, meneer, zit u dus echt helemaal vol. Ik heb een aankoopmakelaar. Hi! Een aankoopmakelaar, kom binnen. Oh ja. Wat wilt u? Koffie, thee, het huis? Onze aankoopmakelaar was fantastisch, maar helaas werden we alsnog heel vaak overboden. Ik bied mijn geld, mijn auto, mijn vakantiehuisje aan de kust in Spanje en mijn oma die overheerlijke appeltaarten bakt en drie kamelen. En ondertussen had ik voor mijn appartement maar wel een koper. Tess. Ik kan maar verder leven zonder huis. Dit is ons huis, nu is huis. Vrij nog van dat zielige gedoe. Misschien geen huis. Maar wel leven met elkaar. Want ook al lukt het huis niet, we wilden wel verder met de toekomst. Ja. Dus vroeg ik Lisanne ten huwelijk. Lisanne? Ja? Lieve Lisanne. Wil jij met mij een huis kopen? Wat? Jullie hebben een huis! Wat? Ja! En zo zijn we aan ons nieuwe huis gekomen! Toen we het niet hadden verwacht. En nu, jullie dit zien, krijgen wij de sleutel van dit nieuwe huis. En gaan we voor jullie een house tour filmen. Precies! En dat zie je de volgende keer. Joehoe! Nou, rij je maar, huis! Woe. Wat een mooi huis! Wat een mooi huis! Wat een mooi huis! Wat zeg je weer leuk? Zeg, wat een mooi huis! Ze zijn een bank aan het overvallen, kijk. Ik herken jou. Ja, ik herken... Oh mijn god. Want hij is nog steeds aan het filmen. Ik ben gesnapt. Hey. Oh nee. Ik ben niet meer gedaan. Sorry, aankomende buren. Het spijt ons.